De Amerikaanse Nobelprijswinnaar Paul Krugman schreef 1,5 jaar geleden in de New York Times: wij leven momenteel in de middeleeuwen van de economie. De middeleeuwen worden niet gekenmerkt door de primitiviteit daarvan. De bronzen tijdperk was ook primitief. Wat de middeleeuwen zo middeleeuws maakt, is het feit dat zoveel dat geleerd en ontdekt was door de Romeinen en de Grieken in de barbaarse rijken die erop volgden, vergeten is. Jannes Kornai die schrijft over organisatiebedrijven in het oude Hongarije, over bedrijven en instellingen, dat ging natuurlijk in elkaar over. En bedrijven en instellingen die het moeilijk hadden, die wanpresteerden, die hun klanten niet leverden en hun productie niet leverden en hun geld niet op orde hadden. Jannes Kornai schrijft, er zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Je kunt die bedrijven failliet laten gaan, uit elkaar laten vallen, of je kunt ze met allerlei kunst en vliegwerk in leven houden, draaiende houden. Zegt alleen, als je één bedrijf in leven houdt en draaiende houdt, dan doe je automatisch, ga je een vangnet spannen onder al de collega's en concurrenten. En dat vangnet heeft 4 grote bezwaren, zegt Jannes Kornai. De eerste is dat de directies en leidinggevende van zo'n bedrijf waar een vangnet onder gespannen is, veel te grote risico's gaat nemen. Want als het project goed afloopt, dan kun je altijd, dan is iedereen blij. En als het mislukt en het geld op is, dan kun je even vangen. Of je kunt bij de toezichthouder kun je beloven dat je het nooit meer zult doen. En je draait weer verder. Tweede bezwaar is dat, en dat is bijzonder zwaar ook, want dat heb je al een paar keer in Nederland ook zien gebeuren, is dat de aandacht van de directie van de leiding en de leiding veel meer naar Den Haag gericht wordt en afgewend wordt van wat er binnen het bedrijf of van de instelling gebeurt. Men gaat niet meer kijken naar wat er allemaal mis en wat er verbeterd kan worden, maar men zit te contacten met diegene die in de toekomst misschien dat bedrijf zou moeten gaan redden, die moet je warm houden en goed houden. Dat is de eerste prioriteit. Het derde bezwaar wat je hebt, is dat er een aantal belanghebbenden om die instellingen en bedrijf heen. En die belanghebbenden die moeten in onderhandelingen moet je problemen kunnen oplossen met die. Maar als je altijd weet dat er in de coulissen staat de overheid om jouw problemen op te lossen, dan ga je als vakbond je niet soepel doen met je salaris. Als maatschap ga je een slechtlopende specialist er niet uitgooien. Als manager ga je niet, dan los je het op met een extra staflid. En zo gaat het zo door. Het eindresultaat is dat de kosten maar omhoog gaan en de dienstverlening maar omlaag gaat. De vierde reden is dat als je zo'n vangnet spant, dan betekent het dat de mogelijkheden voor nieuwe organisaties die wel kwalitatief goed doen, die wel kostefficiënt zijn, dat die mogelijkheden om te bestaan of om te groeien enorm beperkt worden. Jannes Kornai zegt over het steunen van bedrijven en instellingen die in problemen zijn. Jannes Kornai zegt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. De patiënten van sommige verpleeghuizen in Nederland die leren deze les aan den lijve. De lijn volgend van Kornai. Hoe denkt hij over het verlenen van staatssteun aan banken als ABN AMRO? Ze hadden de banken niet moeten redden, alleen maar de crediteuren moeten redden. Dus de geldgever aan de bank, die had gered moeten worden. Nu praat ik over de niet-risicodragende, dus niet de aandeelhouder. Die had gered moeten worden, de rekeninghouder die had gered moeten worden, maar het personeel en de organisatie niet. Dat was inderdaad een verstandige geweest.